Dit is de Parabm in Santanne. De helft van de kermis is nog leeg, maar de eerste vier bewenners zijn er al. December vlinier hebben zij haar geïnstalleerd. Maar helemaal op time, hè? Dit is Remke Skooistra, machinevrouw. We genieten er al niet van. Ja, maar als het ware, dan ben ik er wel op en wel. Skooistra zorg eerst zelf van zijn vrouw Jannie, maar dat kon net meer. Nou, vaker. Ik heb hem maar gauw weer die kant uit. En wen je in een echt verzorgingshuis, dat zeggen ze beide net zitten. Het gaat erom, wie heeft zorg nodig? Oh, dat is de vrouw. Nou, dan komt de vrouw hier, maar de man zich nog maar even rijden. Ja, en dan kon je hem niet meer bij elkaar waaien. Nee, dat heeft mijn hart zien hier gewoon. Dus ik hier de geschiedenis al in de holle van dat gebeurt mij nooit. De Kooistra's hebben maar een lietse eigen kamer, bijgelijks hier appelskielen door ze in de maatschappelijke ronde. Als er zwaarig nodig is, dan is er altijd een voor. Mooi verzeld, maar je eigen huis verlitten matten, omdat het echt net oors kan, het valt net daar. Dit is ook een grote stap, ja? Ik bedoel, doe maar een hele portaar tegen. Ja. En, maar dit is wat makkelijker, omdat we mooi zwaar binnen. Ja. He? Hoe bevalt het? Ja, wij zijn hier nou ongeveer een jaar. Wij zijn hier nu 8 maanden, dus prachtig. Wij vinden het geweldig. We hebben nu het zicht van hier tot Gunter. Dat hij hier nou aan de wild ziel net. Dus wat dat betreft, wij hebben net te klaaien.